Er zijn heel veel verschillende soorten strijkijzers en ze hebben uiteenlopende prijzen. Als je er eentje wil kopen, heb ik hier een paar tips. Strijken gaat het beste met stoom, maar je kunt kiezen daarbij tussen een stoomstrijkijzer of een stoomgenerator. Een stoomstrijkijzer heeft het waterreservoir in het ijzer en een stoomgenerator heeft hem apart van het strijkijzer. Kies voor een stoomgenerator als je bijvoorbeeld heel veel moet strijken of hele hardnekkige kreukels hebt. Het waterreservoir van een stoomgenerator is ongeveer 5 keer groter dan dat van een strijkijzer. En dat is makkelijk, want dan hoef je dus minder vaak bij te vullen als je veel moet strijken. Je houdt er wel rekening mee dat het dus ook minder compact is om hem uiteindelijk op te bergen en dat het wel wat langer duurt voordat hij is opgewarmd. In de basis van zo'n stoomgenerator wordt stoomdruk opgebouwd. Dat wordt aangegeven in bar en dat zorgt ervoor dat hij eigenlijk iets beter en effectiever glad strijkt. Dat maakt ook dat de stoomgeneratoren wel een stuk prijziger zijn dan gewone stoomstrijkijzers. Een stoomstrijkijzer heb je al voor een paar tientjes en een stoomgenerator kost toch al snel zo'n 200 euro. Tegenwoordig zijn er ook stoomgeneratoren te koop waarbij de stoomdruk niet in de basis wordt opgebouwd, maar in het strijkijzer zelf. Daarbij blijft dus het stoomsnoer blijft koud. En deze apparaten zijn een stuk voordeliger geprijsd. Deze is bijvoorbeeld 119 euro. Een stoomstrijkijzer die strijkt continu en bij een stoomgenerator moet je een knop indrukken om een flinke stoomstoot te geven. Die produceren dus ook iets meer stoom. Verder is het handig als je de stoomtoevoer kan regelen. Hierbij kan je hem helemaal uitzetten. Verder zitten er nog andere functies op, zoals een spray om je wasgoed nat te sprayen voor hardnekkige kreukels of een flinke stoomstoot. Een goede watertank is ook handig. Kijk bijvoorbeeld hoe groot die is of je goed kan zien hoe vol die is. Het is handig als je hem goed kan vullen met verschillende vulopeningen. Maar het is natuurlijk nog handiger als je hem eruit kan halen om te vullen bij de kraan. Je kunt ook kijken naar de juiste vorm van de strijksool. Het is handig als hij een mooi breed oppervlakte heeft en een spits en plat puntje, zodat je makkelijk onder de knoopjes en in de hoekjes kan. Deze heeft dat bijvoorbeeld wat minder. Er zijn verschillende manieren om je apparaat te ontkalken. Zo heb je een ontkalkingsknop, je hebt een anti-kalkstaafje of bijvoorbeeld patronen om te ontkalken. En deze moet je er wel los bij kopen. Verder zijn er nog een aantal dingen waar je op kan letten bij het gebruik. Zo zijn er bijvoorbeeld strijkijzers of stoomgeneratoren waarbij je de temperatuur niet meer hoeft in te stellen, zoals je gewend was met een thermostaat. Verder is het handig om te kijken of het snoer lekker flexibel en lang is. Verder is het veilig als het apparaat automatisch uitgeschakeld wordt na een bepaalde tijd. En het is handig als je apparaat makkelijk is op te bergen, dus dat je het snoer goed kan wegstoppen en dat je hem makkelijk weg kan dragen. We hebben strijkijzers en stoomgeneratoren ook getest. Kijk voor alle testresultaten en nog heel veel meer informatie op onze website.